de taak der schepen heeft overgenomen, verbindt een zeereis van 30 dagen Nederland met Den Oost. Van de Oost-Indische archipel is het eiland Java het rijkste en het dichtst bevolkt. Daar ligt ook de voornaamste stad van dit grote eilandenrijk, Batavia. Die het eiland nodig heeft, gelost en de even grote verscheidenheid die het voortbrengt, geladen. Moderne, snelle treinen onderhouden de verbinding met de stad. De reis duurt ongeveer een half uur. Die men van Batavia krijgt, is die van een moderne, bloeiende stad. Aan het drukke, ruime station komen dagelijks duizenden reizigers aan die buiten wonen, maar hun werk in de stad hebben. Brede straten en lanen en ruime pleinen. De giftigste plant van de gehele archipel.
culinaire cultuur heeft er vele gewassen vandaan gehaald die zij verwerkt in de zogenaamde rijsttafel. In Hotel des Indes te Batavia, het grootste hotel van de Indische archipel, komen de Europeanen genieten van dit voortbrengsel van de inlandse kookkunst. Voor een goede rijsttafel zijn 44 verschillende ingrediënten nodig, van plantaardige zowel als van dierlijke oorsprong. Branden op de tong en zonder een koele dronk kan de westerling ze niet verwerken. Midden in de Priangen regentschappen ligt de jonge, sterk vooruitgaande stad Bandung. Daar ze op een hoogvlakte ligt, is het klimaat er aangenaam. Ze heeft veel meer een westers karakter dan de andere steden van Java. Toch in het oosten is, blijkt hieruit dat het Chinese element in Bandung sterk vertegenwoordigd is. De Chinezen hebben er hun eigen tempel. Overal zijn door de Nederlandse regering voor de inheemsen scholen opgericht, waar ook door inheems personeel onderwijs wordt gegeven. Men houdt er de inheemse kinderspelen in ere. Inlandse markten of passers. De Europeaan die hier tussen de uitgestelde waren loopt, vraagt zich dikwijls af waar zij vandaan komen en waarvoor zij wel kunnen dienen. Meestal zijn het etenswaren en men koopt hier voor weinige centen de heerlijkste Indische vruchten. Zal de westerling waarschijnlijk wel de eetlust vergaan. Zelfs koeienogen worden hier als een lekkernij beschouwd en op de markt te koop aangeboden. Wie het in de stad te druk of te warm mocht worden, zoekt verkoeling even buiten en boven Bandung in het prachtig gelegen moderne hotel Isola, waar men, grote bijzonderheid voor Indië, 's nachts onder dekens slaapt.
aandoen zien liggen. De wetenschap heeft hier een voorpost in de Boscha Sternbach bij Lembang, de trots van Bandung. Het hart van Java zijn de vorstenlanden Surakarta en Yogyakarta. Hier zijn bepaalde vormen van het oud-inheemse bestuur intact gebleven en daarmee tevens zekere oud-Javaanse tradities. Een paleis laten bouwen dat beantwoordt aan de dromen van een Oosterse miljonair. Regering opgeheven uit de verstarring waarin het was geraakt. Overal wordt het nu weer beoefend en het is met vele nieuwe motieven verrijkt. In de Indische archipel is het Mohammedanisme. Maar nergens wordt erg streng aan de religieuze voorschriften de hand gehouden. De moskee te Yogyakarta is omgeven door een ondiepe gracht, zodat de gelovigen zich wel moeten houden aan de voorgeschreven voetwassing voor ze een tempel binnengaan. In de kraton, dit is de binnenste omheining van het verblijf van een sultan van Yogyakarta, wordt ook de oude Javaanse muziekcultuur in ere gehouden. De gamelan, het Javaanse orkest met zijn verscheidenheid van vreemdsoortige instrumenten, begeleidt de dansers.
verwerping. De inheemse bevolking doet het weer anders. Maar ook zijn bamboebrug, waaraan geen stukje metaal en zelfs geen spijker te pas is gekomen, beantwoordt geheel aan zijn behoeften. Zijn voor het grootste deel van de inheemse bevolking zeer eenvoudig. En zij blijven dat ook te midden van wat aan Europese cultuurvoortbrengselen in het land is gebracht. De Javaan bewaart er zijn opgeruimd humeur bij en laat zich zijn eenvoudige maaltijd goed smaken. Moederschap onthouden bleef, wenden zich vol vertrouwen tot een vruchtbaarheidsgod, dien zij offers brengen. Vruchtbaarheid is in dit tropische land een vanzelfsprekendheid. Het dankt die aan het feit dat zijn bodem voornamelijk uit verweerde vulkanische gesteenten bestaat. Zijn meer dan 30 vulkanen nog in werking en een verscheidenheid van vulkanische verschijnselen wijst op de oerkrachten die hier in hun bodem huizen. Als dode armen steken de verkoolde stammen van bomen uit de as waar een verzengende lavastroom is voorbijgekomen. Stikkende zwaveldampen stijgen uit de natuurlijke heksenketels omhoog. De zwavelafzettingen kleuren den bodem geel. Stijgt plotseling uit een vulkaan die in jaren geen werking heeft vertoond, een dichte rookwolk op, de Marathi bij Fort de Kok. Tussen de eilanden Java en Sumatra, in de straat Sunda, steekt 800 meter boven de zeespiegel de vulkaan Krakatau op. In 1883 had hier een uitbarsting plaats die in verre omtrek grote verwoestingen aanrichtte. Na een periode van rust trad in 1928 opnieuw een sterk verhoogde werkzaamheid op. En opnieuw verwoesten de lavastromen alle leven op de hellingen van den berg.
tot hier, in het brandpunt van de oude Javaanse tradities, Europese invloeden zich doen gelden. Niet ver van Yogyakarta, aan de weg naar Magelang, ligt een van de oudste en zeker het indrukwekkendste monument van de Hindoe-cultuur op Java, de wereldberoemde Borobudur, die enkele tientallen jaren geleden in het oerbos is teruggevonden en sedert geheel is gerestaureerd. Dit geweldige bouwwerk is overdekt met gebeeldhouwde reliefs die de wet van het karma en de levens van den Boeddha Gautama, den Bodhisattva Suddhana, den Bodhisattva Maitreya en anderen voorstellen. Naar boven toe gaat het vierkante grondvlak van het gebouw over in een cirkel. Dit monument is te merkwaardiger omdat het massief is. Men kan er niet in. Bekroond door een groot aantal klokvormige stupa's, in elk waarvan een Boeddha op zijn lotusbloem droomt. De Europeaan zoekt in de tropen altijd naar een plekje waar hij van tijd tot tijd wat koelte kan vinden. Op Java is het bekendste vakantieoord Tossari, dat in de bergen ligt en een heerlijk klimaat heeft. Langs verrukkelijke lanen met bloeiende belladonna bereikt men het. En wandelt er langs ruisende watervallen. Vissen spelen in het kristalheldere water. En speelse avond tegen. Waar het water schaars is, komen de vrouwen in bamboekokers water brengen aan de arbeiders.